Wij gaan richting Kerkhof om graveyard dust te verzamelen. En dan zijn we natuurlijk heel stil, want dat spreekt voor zich. Lisa, ga mee. Ga mee? Of heb je geen zin? Mijn naam is Kobi Rijkers. Ik ben docent biologie. En ik ben een traditionele heks. Zoals ze het in Engeland noemen, een hedge witch. Dus een heks. Even omdraaien. En daarnaast heb ik een school voor traditionele heksrij. Ga mee, wat? Wachten even tot iedereen er is. Louis, kom jij hier ook bij zitten bij Lisette? Is er nou iedereen al? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Wij gaan beginnen met de les, dames, heren. Wij gaan beginnen met geomantie. Voorspellen door middel van aarde is het oudste orakel wat er bekend is. Ik heb kennis gemaakt met de hekserij in het museum in Boskastel in Engeland tijdens vakantie. En omdat ik tijdens de heksenopleiding toch niet helemaal vond wat ik zocht, ben ik dus zelf op zoek gegaan in Engeland, hoofdzakelijk. En toen ik heel veel informatie had verzameld, toen ben ik daar lessen over gaan schrijven. En toen dacht ik, nou ga ik mijn eigen school beginnen. Ik probeer ook zo ver mogelijk terug te gaan, echt naar de basis van de hekserij. Van voor de middeleeuwen en tijdens de middeleeuwen. Goed, hè? Ja. Hartstikke goed. Moeder A en B, tel je bij elkaar op. Dus staat hier één punt en daar ook één punt. Dan zijn er twee punten. Dan zet je dus twee punten bij neef I bovenaan. Ja, ik dacht, ik wil doorgeven die kennis. Dan blijft die tenminste bewaard. Anders moet er straks weer iemand alles uit gaan zitten zoeken. En kan ik het op die manier ook weer nieuw leven inblazen. En krijg ik de mensen ook misschien weer iets dichter bij de natuur. Als het niet duidelijk is, dan kijk je altijd even terug naar de getuigen. Die kunnen een extra toevoeging bieden. Ja. Daar zijn ze. Hallo. Oké, als iedereen zover is. We gaan even kijken wat we de vorige les ook alweer gedaan hebben. Even een stukje terugpakken. We zijn bezig met het thema ecologie. Leerlingen weten allemaal dat ik heks ben. Ja, ze zijn in het begin lacherig. Maar ze zijn wel heel erg nieuwsgierig. Ik denk als ik heksenlessen zou geven op het zondervik, dat ik vol zalen zou trekken. Is water in staat om zichzelf te reinigen? Giebels. Dames. Anouk, doe even mee. De vorige les hebben wij verschillende watermonsters genomen. Ze dagen me ook heel vaak uit van vertel er nou eens iets over. Dat doe ik soms ook wel. Dingetjes die ook raakvlak hebben met biologie. En daarvoor wil ik jullie vragen om eerst je microscoop te gaan halen. Ik ga met mijn uil altijd wandelen en die brengen mij de rust. Hij is ook gewoon magisch. Vanuit de traditionele hekserij brengen ze wijsheid, maar ook onheil. Het zijn dus onheilvoorspellers. Als ze dus 's avonds laat gaan schreeuwen, dan moet je oppassen, want dan komt er iets op je pad. Ik ga even wat bijvoet plukken. Nou ja, we zetten er thee van. Die drinken we voordat we met de zwarte spiegel beginnen. Maar
ik wrijf de zwarte spiegel er ook mee in. Dus we leggen er ook een takje bij. Dus blijvoet is best belangrijk. Vroeger legden ze het in de schoen. Als soldaten moe werden, dan hing er een takje bijvoet in de schoen. Dan hadden ze een extra voet. Dan konden ze het langer volhouden om te lopen. Ik neem een aantal takjes mee. De deur gaat nu verder open. Is iedereen er? Oké, okay, we gaan beginnen met de zwarte spiegel. Allereerst gaan we ons hoofd leegmaken natuurlijk. We gaan rechtop zitten, voeten goed in contact met de aarde. Ik geef even het vuur door, zodat jullie de kaarsen aan kunnen maken. Dan komt de bijvoetthee. En de bijvoetthee, daarmee reinigen we de zwarte spiegel en onszelf. Je gaat astraal reizen, dus je verlaat je lichaam op zoek naar kennis. Uiteindelijk, als je er heel erg bedreven in bent, dan kom je bij het boek der kennis. Alles wat er ooit gebeurd is, is daarin vastgelegd. Het verleden is natuurlijk makkelijk, want dat weet je al. Maar de toekomst is dan het meest interessante natuurlijk. Het eerste wat je zult zien, als het lukt, de eerste keer, is een soort van mist. En daar moet je doorheen. En richt je op je vraag. Neem het even in je hoofd. Kijk door de spleetjes van je ogen. Zet de kaarsen zodanig dat ze voor jou het juiste pad zijn om de spiegel in te komen. En dan ga je vervolgens je reis beginnen. 3, 2, 1 en je reis begint. Ga jullie terughalen uit de spiegel. En dan komen jullie weer terug hier in de magische ruimte bij de Waddle's Hex. Een bepaalde periode van de middeleeuwen, toen droegen alle vrouwen puntmuts. En met name de vrouwen op het platteland deden veel aan rituelen, zoals het vruchtbaarheidsritueel. Dan stopten ze de bezem, het schoonmaakmiddel wat ze hadden, tussen de benen. En dan gingen ze proberen om zo hoog mogelijk te springen, om aan te geven aan de godin van de vruchtbaarheid hoe hoog het koren moest groeien. En je had vroeger als afscheiding heggetjes en muurtjes. En andere mensen zagen dan die vrouwen boven die muurtjes uitkomen. En dachten dat ze dus konden vliegen. Dus dat was een pact met de duivel. Dus dat kon niet anders zijn. Terwijl ze die puntmuts op hadden. Want dat was gewoon mode. Dus daar is dat beeld in blijven hangen. Van de heks is iemand met een puntmuts. Zittend op een bezem. Maar er zijn ook dingen die ik allemaal niet doe. Dus nee, een puntmuts ga ik niet dragen. Dit is mijn rustplekje. Hier kan me niemand vinden. Even lekker niks. Alleen gewoon een goed boek. Een heksenboek. Of soms een biologieboek. Maakt ook niet zoveel uit. Als je midden in de natuur woont, dan word je ook geconfronteerd met wat er nog meer woont. Hè? Want Dit is wel ons stukje, maar het is ook van alle dieren die erop leven en alle planten die erop leven. Dus die zie je iedere dag. En dan af en toe dan valt er een eekhoornnest uit de boom. En als wij ze vinden, ja, dan brengen we ze groot. Volgens mij is het best honger. Ze worden steeds sneller.
Heb je honger? Heb je honger? Niet verslikken, joh. Ik heb ook altijd heel veel dieren gehad. Ik had bijvoorbeeld ook geen poppen vroeger. Mijn oud-oom was mollenvanger. Die ving dan iedere dag voor mij een nieuwe mol. En die was hartstikke zacht. En dan moest ik hem, om de dag moest ik hem inleveren. Want ja, dan begon hij weer te bewegen. Dan dacht ik juist dat hij weer ging leven. Maar ja, dan zaten er dan natuurlijk de maaien in. Dus dan moest ik hem weer omruilen. Dus dat was mijn pop. Maar nu? Wist jij nog meer? Kom, pas. Snap ik dat? Nog een slokje dan? Niet meer? Nee. Ja, mevrouw, hier zijn ze alle twee gewoon. Dan hebben ze allebei een zuurstofgebrek. Oh, zielig dacht. Ja, alle neuzen even deze kant op graag en even rustig gaan zitten. Heel fijn. Wij zuigen de watervlooien op met het pipet. Ik heb daar een stukje afgeknipt, zodat de opening iets groter is. Anders komen ze klem te zitten in een puntje. Over het algemeen zijn mensen heel nieuwsgierig. Van wat doe je dan als heks? Wat is dat dan, een heks? De traditionele heksenopleiding die ik geef, die is zo breed. Ik heb ongeveer 2000 pagina's aan lessen geschreven. Dus kun je een beetje, je kunt het niet in één zin omschrijven wat ik doe. Het is gewoon ontzettend breed. En een slag maken we hiervan, hè? Toen ik er in het begin mee bezig was, was ik er natuurlijk alleen zelf mee bezig. En toen hing het ook niet aan de grote klok. Maar nu heb ik het zo druk, want ik heb natuurlijk mijn biologielessen die ik voorbereid en geef. En daarnaast de voorbereiding voor de hekserij en het uitvoeren van de lessen. Ik kom eigenlijk zelf nu nog alleen maar toe aan de hekserij op het moment dat ik dus in het coven zit. We hebben dus van alle mensen die dus klaar zijn met de masteropleiding en de postmaster, die zijn verenigd in een coven. En we komen dan 8 keer bij elkaar, dus de jaarfeesten. En dan doe ik gewoon mee. Oké, we hebben nog maar 10 minuutjes. Over 5 minuten gaan we opruimen, ja? Ja, komt ie al. Sjors is vooral mijn grote steun en toeverlaat. En is ook altijd degene die zegt, als je ergens in gelooft en je vindt het leuk om te doen, dan moet je dat vooral doen. Daarbij is hij docent scheikunde en natuurkunde. Kom maar gauw. Ik maak er even de pot voor je. Wacht nou even. Ongeduld. Kom eens hier. Kom. En hij zorgt in de heksenopleiding ook een beetje weer voor balans. Voeten op de grond en de voeten van de grond, zeg maar. En daarbij regelt hij ook alles. Ik heb ook nog pietjes voor jou. Hij is best wel spiritueel, denk ik, maar op zijn manier. Maar hij is geen heks. Nee. Ik ben echt een snoepie. Ik heb ook nog pietjes voor jou. Een witte kerkuil en hekserij. Die associatie die was er al voor Harry Potter. Maar degene die boeken geschreven heeft, die heeft zich wel heel erg goed verdiept in de materie van de traditionele hekserij. Want je komt heel veel dingen tegen in die boeken van Harry Potter, die ik ook tegenkom. Ik heb heel veel met de natuur, daar ben ik ook in opgegroeid. Onze eigen boomgaard, moestuin, alles uit de tuin. We waren volledig zelfsupporting. Dus ik ben echt opgegroeid met de seizoenen, het oogsten, het zaaien. En de natuur is belangrijk voor de hekserij. Hoi.
De luisterbes is binnen de heksrij een magische plant. Op ieder besje zit een pentagrammetje. Hij wordt gebruikt voor de magie te versterken, maar ook voor de bescherming. Heksen? En tegenover onze inrit staat ook een grote luisterbesstruik. Maar daar pluk ik nooit iets van, want die beschermt ons. Dus je moet het altijd verder van huis plukken. Even zijn eigen kleur garen pakken. Rood. Wat hebben we in de aanbieding? Rood en zwart. We gaan beginnen met magisch breien. De bedoeling van het magisch breien is, als je voor iemand iets breidt, dan kun je daar een wens in leggen. Ik ben er gewoon door geboeid. En ik ben vaak helemaal verrast als ik ergens achter kom. En dan vind ik het ook heel erg leuk om daar een leuke les en een mooi verhaal van te maken. En als ik dan die les geef en ik zie dat mensen daar ook helemaal lyrisch van worden, ja, daar geniet ik gewoon van. Dat is mijn ontspanning. In Ierland, daar ging een trui generaties lang mee. Het was gebreid van echt schapenwol en met allerlei patronen erin. En binnen die familie gebeurde het iedere keer. Als er een jonge vrouw binnen die familie zwanger was, als het kind ter wereld kwam, dan overleed het heel snel. En op een gegeven moment herhaalde zich dat weer. En in het ziekenhuis was er toen een verpleegster en die kende de kunst van het magisch breien. En die zag in de trui van de moeder, zag die twist zitten met die speciale knoop. En toen zei ze, gooi die trui maar in het vuur, want daar is een vloek in gebreid. En dat hebben ze toen gedaan en vanaf dat moment ging het allemaal goed. Je kunt dus ook heel geconcentreerd gaan zitten breien en je wens iedere keer als je een knoop in de knoop vastleggen. Dat is eigenlijk een beetje het idee van het breien, het magisch breien. Ik ben de opschepper. Ja, je bent de opschepper. Ja, nou, nee. Dat gaat eruit. Ik ben hier. Ik ben hier. Kijk maar opstaan, hè. Wat is dit dan? Smakelijk. Smakelijk. Wij gaan straks, als de maan zich laat zien, richting Kerkhof. Om graveyard dus te verzamelen. Voor onder andere de Get Lost Box. Als je dus ergens vanaf wil, dan creëer je een soort van doosje waar je in stopt waar je vanaf wil. En dan doe je graveyard dus bij. Op het moment dat we bij de poort aankomen, kloppen we 3 keer. Vragen we om toestemming. Als de poort open gaat, mogen we binnen. Als de poort niet open te krijgen is, moeten we helaas terug. En dan zijn we natuurlijk heel stil, want dat spreekt voor zich. De maan was van vroeger uit natuurlijk al heel erg belangrijk bij het oogsten en het zaaien. En de maan die heeft invloed op het water. Hè. Eb en vloed wordt veroorzaakt door de maan. Dus ook onze gemoedstoestand wordt vaak door de maan bepaald. Ja, we kunnen. De reden dat mensen met volle maan erop uittrokken vroeger was omdat het licht was. Dan was het het veiligste. In het donker wou je ook niet alleen op straat. Maar ook de gevaarlijke mensen liepen dan rond. En het was wel zo dat er dan ook de meeste moorden en dergelijke gebeurden bij volle maan. Dus volle maan heeft een beetje al een sinistere klank, zeg maar. Maar tijdens het wassen van de maan, dan gebruiken wij die periode om dingen naar ons toe te trekken. En afgaande maan, dan doen we alleen maar
droppen en dumpen, dingen waar je van af wil. En volle maan is natuurlijk het magische moment, het krachtigste moment om aan magie te doen. Voor iedereen een potje om een graveyard tussenin te verzamelen. Nee hoor, die mag jou. We vragen in stilte om graveyard dust. Daarachter zijn de hele oude graven. En daar ligt mijn familie. Ik heb een aantal kaarsjes. Die mag je op de plek waar je graveyard dus pakt, mag je die aansteken. Als je een heel oud kerkhofje bezoekt, dan bestaat daar de grond bijna alleen maar uit as van mensen die overleden zijn. Er zit natuurlijk nog wel zon bij, maar binnen de hekserij is graveyard dus heel magisch, omdat alle poorten van de alchemie heeft doorlopen. Op het moment dat we doodgaan, dan komen we uiteindelijk weer in een andere vorm terug. Of we zweven tijdelijk rond, kan ook, ik zou het niet weten. Maar we zijn niet weg, laat ik het zo zeggen. Daar geloof ik wel heel sterk in. Dus mensen die er niet meer zijn, fysiek, die kunnen nog wel spiritueel om ons heen zijn. Iemand heeft me wel eens gevraagd van waarom heb je je eigenlijk heks genoemd? Want van die naam kom je nooit meer vanaf, weet je dat wel? Ik doe het eigenlijk nog uit eerbetoon aan al die oude heksen of gewoon vrouwen of mannen die zeg maar tijdens de heksenvervolging vermoord zijn. Daarom noem ik me zo. Maar ik ben vooral altijd bezig met leren. Lezen en leren. Mijn zoektocht naar de hekserij, die... Ik denk niet dat hij ooit stopt.